Maar eerst judoka Linda Bolder, die voorlopig de deur van de dojo dichttrekt. 10 dagen geleden sloeg bij haar het noodlot toe tijdens de Grand Prix van Düsseldorf. Ja, toen ging alles mis eigenlijk wat er mis kan gaan. En ik raakte geblesseerd aan mijn knie. Ik scheurde mijn kruisband, mijn voorste kruisband is ingescheurd in ieder geval sowieso. En mijn meniscus is aan de buitenkant beschadigd. Dus er is echt een hoop misgegaan. Vrijdag ondergaat ze een tweede MRI-scan en zal duidelijk worden of ze haar kruisband helemaal heeft afgescheurd. In het begin had ik het wel echt even heel moeilijk mee, want ik ben natuurlijk net geopereerd aan mijn elleboog. Ik was net terug, ik heb net 2 maanden weer gejudo'd en ik ging ook goed. Ik ging in Düsseldorf ook goed, in de halve finale stond ik. Ja, en dan dit zo vlak erachteraan, dat is echt, echt kloot en dat is echt heel licht uitgedrukt. Bolder mist sowieso het EK. Maar erger voor de judoka is dat haar Olympische droom van Rio in 2016 in gevaar komt. Ja, voor mij heeft dat best wel veel gevolgen natuurlijk. Als hij afgescheurd is en ik word geopereerd, dan mis ik een jaar bijna. Ja, en dat is gewoon echt heel veel in het Olympisch traject. En dat moet ik dan nog maar zien in te halen of bij te benen. Ja, dat is echt heel lastig.